bij Wetzel. Is dit een zwarte dag? Ah, het is geen goede dag. Dat is duidelijk. Als je tegen een ploeg speelt zeg maar, die van gelijke kwaliteit, als je verliest met 4-0, dan zit je diep in de put. Wij zijn natuurlijk wel teleurgesteld en 4-0 is altijd een mokerslag. Maar het verzacht wel enorm dat je tegen deze ploeg speelt, want ik vind het gewoon een topploeg. Je hebt natuurlijk al weken eigenlijk het hele seizoen problemen met scoren. Maar als er dan defensief ook nog zo knullig de balzijd wordt weggegeven, dan wordt het wel een heel lastig verhaal. Hè? Ja, dus in de eerste helft speelden we de bal iedere keer over 10, 15 meter naar elkaar in het middenveld. Terwijl je van achteruit spitsen moet zoeken. En dan roep je het over jezelf af. Andere ploegen die profiteren daar mondjesmaat van, maar deze ploeg die ging er echt vol overheen. En het had nog veel erger kunnen zijn tot aan de rust. Ja, en het eerste kwartier na rust, met dank aan je keeper, dat het niet gelijk 5-6-0 is. Ja, dus het verschil was groot. Ik zou bijna willen zeggen dat het was kerels tegen jochies. Maar het was schrijnend om te zien hoeveel wij tekort kwamen. Ik heb tegen de jongens ook gezegd, je moet allemaal in de spiegel kijken. En ik ga ook al in de spiegel kijken, want ik had het vandaag wat degelijker neergezet nog van de wedstrijden daarvoor. Maar dat heeft uitgemond in gepriegel achterin in plaats van spitsen aan het spelen. En dat deden we de tweede helft al een stukje beter. En dat reken ik mezelf aan. Dus misschien moeten we dat toch iets anders gaan neerzetten. Of in ieder geval iets anders op de training verzinnen. Want balletjes over 15 meter naar elkaar toeschuiven. Ja, in het moderne voetbal is dat uitnodigen voor de counter. En dat deden zij heel goed. Ja, maar je komt ook zelf niet tot kansen. Je stond eigenlijk maar met één spits eigenlijk. Dat is dus het probleem. Als je niet probeert je spits te bereiken. Dat was de bedoeling om Tom in de diepte te bespelen en Koen vrij te laten komen zodat hij zeg maar het aanspeelpunt zou zijn. Maar wij bleven van de ene station naar het andere station spelen over 15 meter en we hebben Koen en Tom eigenlijk in de eerste helft bijna niet bereikt. Ja, en dan speel je eigenlijk zonder spitsen als je ze niet aanspeelt. AFC heeft het verleden dat ze eigenlijk altijd, sinds ik me kan herinneren, altijd met drie spitsen gespeeld. Is dat nu iets wat je weer in overweging gaat nemen om toch met echte buitenspelers te gaan spelen en een centrumspits? Nou, ik heb vind ik niet op dit moment buitenspelers in huis die dat kunnen. De buitenspelers die ik heb, je hebt vandaag met Melvin gezien, die brengen niet wat ze moeten brengen. Ja, maar dat is een kwartiertje bij een 4-0 achterstand. Weet ik wel, maar ik heb hem al een aantal keren gebracht. Hij doet wel zijn best in de training, moet ik zeggen. En hij maakt ook wel stappen, het gaat wel wat beter. Maar hij moet echt wat meer op de training laten zien, wil ik met hem zeg maar, aan de rechter of aan de linker aan de buitenkant gaan spelen. Matthijs is geblesseerd. Matthijs Jesse is een aantal weken geblesseerd. Dus ik heb eigenlijk ook niet de optie om met drie spitsen te spelen. Verder vind ik het ook, of je nou met drie spitsen speelt of met twee spitsen. Het gaat om of je die spitsen bereikt en of je aanvallend wil spelen en denken. En dat wil ik altijd. Katwijk speelt ook met twee spitsen, maar je kan toch moeilijk zeggen dat het geen aanvallende ploeg is. Nou is daar de eerste stappen zijn gezet met het binnenhalen van Ignacio, die van de week voor het eerst heeft meegetraind. Dat is een spits, maar ook die moet je dus zien te bereiken. Kunnen we nog meer versterkingen verwachten in de wintertransferperiode? Dat weet ik niet. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik vind het al heel ingrijpend dat er een speler bij is gekomen. Ja, voor AFC-begrippen. Kijk, als trainer wil je altijd betere spelers en nog betere spelers. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met een collectief en met een groep waar je inbreuk op maakt midden in het seizoen. Dus als we er nog één zouden bij halen, dan moet het wel echt een hele belangrijke versterking zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat het niet gaat gebeuren. Nee, en dat zou dan een buitenspeler moeten zijn. Als je met drie spitsen wil spelen, heb je mensen aan de buitenkant nodig natuurlijk. Ja. Ga er maar over nadenken de komende dinsdag. Ga nog één wedstrijd volgende week. Ja, we spelen. Resultaat moet er nog wel even komen bij Barendrecht. Ja, ik heb het tegen de jongens twee weken geleden gezegd. Na de nederlaag bij Lisse, we hadden daarvoor natuurlijk gewonnen en gelijk gespeeld. Na de nederlaag bij Lisse heb ik gezegd, we moeten voor de winterstop nog wel een keer een overwinning pakken. Want anders komen we ver achter. En dan moeten we een inhaalrace gaan doen. We moeten gewoon bij de laatste vier, vijf ploegen blijven. En dan kunnen we in de tweede helft proberen daar weg te komen. En daar zijn gewoon nog een keer drie punten voor nodig. Dus dat moet dan uit bij Barendrecht. Dank u wel.